Ah, sorry. Goedemorgen, creatievelingen. Het is vandaag dag 2 van de dag dat ik ga vloggen. Het is vandaag dinsdag. En ik ben net wakker. Oh, zoals je ziet. Het is 9 uur zoiets. Best wel vroeg. En ik ga zo net lekker douchen. Ik ben aan het plannen om wat video's op te gaan nemen vandaag. Ik kreeg heel vaak vragen van andere mensen die met YouTube willen beginnen. Van, nou, hoe film je nou? Hoe doe je dit? Hoe doe je dat? Hoe begin je een YouTube-kanaal? Hoe bewerk jij je video's? Echt. En die vraag krijg ik eigenlijk wel op iedere video. Dus ik ben op een moment een plan om een serie te maken met hoe film ik een video? Hoe bewerk ik een video? Hoe verzin ik nou een naam? Hoe doe ik dit? Hoe doe ik dat? Eigenlijk alles op en aan. Dus ik ga zo even lekker douchen. Ik ga me aankleden. Doe ik er voor de kinderen beneden een lekker filmpje aanzetten. Zodat ik zelf rustig kan filmen. Ja, me even een beetje opmaken natuurlijk. Want ik kan natuurlijk niet zo op de camera komen. Kan natuurlijk wel. Maar of het er charmant op uitziet, weet ik natuurlijk ook niet. Wat nog meer. Ik weet niet of ik een meerdelige serie ga maken. Of gewoon één langere video. Maar daar ben ik nog even over nadenken. Maar ik weet dat veel van jullie het graag willen zien. En graag willen weten. Vandaag gaan we verder niet veel op de planning staan. Het is echt rot weer vandaag weer. Het is echt bruin, zoals jullie even laten zien. Ze hadden ook voorspeld dat vandaag een hele koude julidag zou worden. Dus ik heb er helemaal geen zin in. En ik moet vandaag een beetje standaard dingen doen. Even de was weer opruimen. De kinderen hebben gisteravond in bed geslapen. Dus er staat drinken daar. En daar staat drinken. Dus dat moeten we allemaal even veel opruimen natuurlijk. En dan ga ik het eten voor straks natuurlijk klaarmaken. Ik denk dat we lekker nasi gaan eten met saté. En met lekker zoetzure komkommer. Dus dat is ook altijd lekker. Dus ik ga hem even lekker douchen en klaarmaken. Voordat ik straks ga filmen, kom ik nog even terug. Laat ik jullie ook eventjes zien waar ik mijn praatvideo's film. Hoe ik het film, wat ik gebruik. Ik heb echt hele basic dingen eigenlijk waarmee ik film. Alleen dat ik nou deze Canon Powershot heb, ben ik wel heel blij mee. Want hij filmt volgens mij heel erg mooi. Dus ik zie jullie straks weer. Is Baymax dood gegaan? Nee. Dit is mijn vinger open. Dit is ook mijn vinger weg. Dit ook mijn vinger weg. Dit ook mijn vinger weg. Hoeveel vingers heb jij? 7. Nee joh, doe stellen. 5. Goed zo. Doe stellen, Jake. Nee hoor, hoe kom jij daarbij? Je hebt gewoon 5 vingers hoor. Maar hier is eentje weg. Ja. Nee hoor, hoe kom je daarbij dat er eentje weg is? Mam, mag ik een verhaaltje vertellen? Eentje is hier weg. Jullie gaan eerst even douchen, want jullie haren zijn ontploft. Mam, mag ik nou een verhaaltje vertellen? Gaan we even lekker douchen. Mag ik straks een verhaaltje vertellen, ja? Ik wil nu dat doen. Oké, vertel maar, dan gaan we dan douchen. Oké. Een Barbie zat op een paard, en die reed heel lang. En toen ging die terug naar het kasteel en dat deed de oostenpas dan. En toen kwam iemand kloppen. En dat was een rood kapje. Die is ook een prinses. Ja, is een rood kapje ook een prinses? Nee. Wat is dan? Wat doet Baymax? Doe ze het met elkaar zo. Doe eens allebei. Box. En dan, dit moeten we met Daphne. Box en dan? Box poe. Dan kom, we gaan lekker douchen jongens. Yay. Maar doei iedereen. Lukt het? Klopt die weg!
van de bus. De stoel kan in wang. Nou, zoals jullie kunt zien, Daphne en Jake zijn lekker aan het spelen. We hebben het lekker gedaan. Goed, zoals jullie zagen. Wat is er? Doe. Ik ben aan het spelen met Zitogo. Maar ik ben... Nou, Daphne en Jake zijn lekker te spelen en ik ben ondertussen mijn video aan het voorbereiden. Zoals jullie zagen, we hebben het lekker gepoetst. Iedereen is lekker gedoucht hier, hè? Ja. Oh, ja. En ik ben dus mijn video aan het voorbereiden. Ik ben dus op het schrijven van precies wat ik wil zeggen. Hoe ik het ga zeggen en ongeveer mijn richtlijnen. Dus laat het even lekker spelen. En daarna ga ik zo meteen lekker boven filmen. Mam, kan je mee filmen? Ben jij ook aan het filmen? Wat ben je aan het doen? Ik ben de Barbie's mooi. Je Barbie's mooi maken, de koppen. Mam, ik moet heel veel stikjes hebben. Een loombandje hebben we nog genoeg, maar. Kan je dat pakken? Zal ik zo even doen. Ik ga eerst even verder werken, dan ga ik zo te filmen. En het regent weer, vies, vies weer, pa. Altijd vies. Vakantie. En heb je vakantie in het vies weer, hè? Ja. We willen zon. Ja, en kunnen we lekker zwemmen. En buiten spelen. Ja. Oké. Okay. Ik wil heel graag naar de zee. We gaan aankomend weekend gaan we naar de zee, dat weet je toch? Mam! Ja? Ik ben heel vergeten om te... Ja, we gaan over 3 nachtjes op vakantie. Mam. 3, ja? Ik moet hier nog... Want daar is hier nog een bel. Ach, dat hoeft niet toch? Het is goed genoeg, we hebben het gestofzogen, er is hier gepoetst. Het is goed, schat. Alsjeblieft. Nee, je hoeft niet te helpen met poetsen. Dat mama vanavond wel, ja? Dan mogen we lekker spelen. Maar voor zijn we je niet mag helpen met poetsen, gek kind. Nou, heb je lekker spelen. Lekker! Is dat de ijsjes van gisteren? Lekker! Lekker! Ik heb zeker ze geproefd. En dat ruikt naar eiten. Appel. Ik heb het al geproefd. Die is lekker als aardbei. Er zit geen aardbei in. Daar heb ik even aardbei en meloen. Jij hebt ananas en kiwi. Nee, ook die? Nee, nou, ik hoef niet. Een hapje voor jou. Jij mag een hapje. Nee, ik hoef geen aardbei. Lekker, ja. Zoet. Ik vind het zoet lekker. De volgende keer moeten we ze wat minder sterk maken, want hij is... Oh, super zoet. Ja, ik vind hem ook super zoet. Wel lekker toch? Nou, ik wil hem niet super zoet. Kijk, mensen, is geweldig. Geweldig man. Ik heb blauw. En de stoomrood? Hm? Heb je groene tong? Ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Ik ga nou zo lekker naar bed toe. Ik ben hartstikke moe. Dat is het nadeel van als je zwanger bent. Dan ben je echt op tijd moe. Dan wil je echt op tijd slapen. Ik zie jullie morgen weer. En doei.